Als je net even te lang stil blijft, dan zuig je de energie naar je toe, heb ik wel eens begrepen. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom hier allen tezamen. Dank dat jullie op de uitnodiging in zijn gegaan. Mijn naam is Martijn Bulthuis. Ik ben directeur van Leiden Marketing. En wij hebben als opdracht om de stad Leiden te vermarkten richting een aantal doelgroepen. Wij doen dat door het terrein te kiezen waarop wij uitblinken in Nederland. En misschien ook zelfs wel op sommige gebieden internationaal. Een stad van kennis en een stad van kunst. En wij proberen met die twee pijlers doelgroepen te bereiken als studenten, bewoners, bezoekers en bedrijven. En vanuit die rol maken wij campagnes. We zorgen voor samenwerkingscoalities met partners in de stad. Maar we bemoeien ons ook met het ontwikkelen van het product van de stad Leiden. En dat kan een festival zijn, zoals we vanavond het Singertjesfestival aftrappen. Dat kan een wandelroute zijn in de stad. Maar dat kan ook zijn kijken of je een initiatief uit de markt kunt helpen tot stand brengen. Die mogelijkerwijs voeding geeft aan de humuslaag van deze cultuurstad die wij met elkaar zijn. Vandaag is een mooi moment. Is een initiatief uit de markt gekomen en dat wordt vandaag aan jullie voorgelegd. Zometeen zal wethouder Laudy daar de aftrap van geven en wordt het allemaal wat duidelijker wat dat initiatief precies gaat zijn. En na afloop van die presentaties probeer ik nog even bij jullie terug te komen om aan de hand van een aantal vragen een discussie met elkaar te ontlokken om te kijken of we dit mooie initiatief kunnen ondersteunen met elkaar. Dat voor wat betreft de introductie geef ik graag het woord aan wethouder Paul Laudy. Dankjewel Martijn. Hele goede middag allemaal en heel erg fijn om jullie hier te zien en dat jullie de moeite hebben genomen om op deze zonnige dag helemaal hier naartoe te komen. Maar ik kan er meteen bij zeggen, het is ook wel heel slim, want jullie behoren tot een zeer exclusief gezelschap dat vandaag toch wel getuige is van volgens mij een heel bijzonder moment voor de stad, waar een trotse wethouder, maar een college van burgemeester en wethouders dat heel enthousiast is en jullie graag vertelt wat er dan zo mooi is dat op onze stad afkomt. En jullie zitten hier omdat ik zie mensen die wonen in de buurt, de wijkvereniging, ik zie vrienden van het Singelpark, andere betrokkenen en al die belangen die komen samen, mensen uit de cultuurhoek, komen samen bij het initiatief. Wat vandaag gepresenteerd wordt, dus dan is het goed dat jullie er allemaal zijn. En ik denk een speciaal en hartelijk welkom aan echtpaar Meijer Bergmans. Fijn dat u er bent. En dan vraagt u zich af wie zijn dat? Nou, dat gaat u zo denk ik horen. Een prachtig initiatief. We zitten hier in een pand midden in het energiepark en daar liggen er nog een aantal omheen. Die zijn onderdeel van het initiatief waar het over gaat. Niet alleen deze prachtige panden in het energiepark, onderdeel van het Singelpark waar we met z'n allen zo hard aan werken in de stad. Maar ook Scheltema is onderdeel van het initiatief. Het Scheltema complex aan de markt. Nou ja, ik denk dat iedereen weet over welk pand ik het dan heb. En het is ongelooflijk leuk denk ik dat wij, en misschien is dat ook wel, omdat het zo enorm bruist in onze stad. En er zoveel gebeurt dat er ook weer steeds nieuwe partijen zijn die kijken naar Leiden als hé, dat is een plek waar je wilt wezen als je iets moois wilt doen. En dat is hier ook het geval. De Meijer Bergman Erfgoedgroep die zich gemeld heeft met een initiatief. Een initiatief voor die panden om het cultureel erfgoed waar we het over hebben toch een toekomst te geven. Waarin ook behoorlijk beter eruit gaat zien. Deze panden dan dat het nu doet en daarnaast een enorm mooie culturele programmering kan krijgen. En dat is vooral ook een initiatief waarvan zij zeggen, maar Mark de Kruik, hij zit hier, gaat dat namens de Bergman Erfgoedgroep zo nader duiden. Samen met de stad, samen met jullie, samen met de vrienden van het Singelpark, samen met de bewoners, samen met iedereen die in de cultuurhoek in Leiden actief is, dat plan, dat initiatief verder uitwerken. En dan hoop ik dat dat richting eind van het jaar tot iets leidt dat echt nog heel veel meerwaarde voor de stad betekent. En ik heb natuurlijk al iets meer gezien dan jullie,
En ik ben er buitengewoon enthousiast over. Ik denk dat het een fantastisch mooie kans is voor de stad Leiden. En ik zou bijna zeggen een toetje bovenop al het moois dat nu al in de stad gebeurt. Dat ons onverwacht in de schoot is geworpen, maar waarvan we buitengewoon blij zijn. En dat we die kans met deze partner nu samen kunnen gaan benutten. Nou, dat klinkt allemaal nog heel erg mysterieus. Dus dan denk ik dat het hoog tijd is, Mark, dat ik het woord geef aan jou. Mark de Kruik van de Meijer Bergman Erfgoedgroep, mondvol. Maar zeer mooie partij met een zeer goede reputatie en referenties, denk ik. Om te vertellen welk mooi initiatief jullie bij ons hebben ingediend. Dankjewel. Zo, dat zijn dan mooie woorden om op die manier het podium op te mogen komen. Eigenlijk is mijn harte wens nog steeds om eens een keer uit een taart te springen en dan op die manier heel onverwachts, hallo, hier ben ik dan, te kunnen roepen. Voor mij zijn hier veel gezichten die ik niet ken. Het is voor mijn gevoel inderdaad ook een moment waarop ik een eerste indruk neer moet gaan zetten als het gaat om niet alleen de inhoud, maar ook wie wij zijn. Dus dat gaf vanochtend vroeg even wat extra spanning van, zal ik nou, dat het vrijdag is, in pak het pand verlaten? Nou, dat heb ik dus in elk geval gedaan. Ik heb mijn schoenen niet gepoetst, dat doe ik eens in de maand en dat was nog geen tijd. Ik zat ook een beetje te twijfelen of ik nou mijn iAmsterdam tas wel mee moest nemen, want dan heb je meteen weer dat stigma van, daar komt de arrogante hoofdstad daar binnen zitten. Ik dacht, ach weet je, ik ben gewoon mezelf en dan komt het vast allemaal wel goed. En hoe geven we nou eigenlijk ons visitekaartje af? We moeten zich even voorstellen, de plek waar we op dit moment zitten, is een plek waar gisteren, en Ernest Pelders van de gemeente Leiden, die vertelde dat ook nog eventjes enthousiast, dat deze plek gisteren eigenlijk moeilijk begaanbaar was. Het lag hier helemaal nog vol met hekken. Die zijn allemaal, ik weet niet waar ze gebleven zijn, misschien dat ze bij de staalboer terechtgekomen zijn inmiddels, maar in elk geval die hekken die lagen hier behoorlijk in de weg. En het feit dat hier koffie en thee en frisdrank te krijgen is, er staat al wat over koffie, maar dat is eigenlijk ook het enige wat wijst op dat het zou kunnen. Maar normaal gesproken is dat ook helemaal niet het geval. En dat weten we dan toch op zo'n moment weer voor elkaar te krijgen. Dus wij creëren eigenlijk daarmee, hopen al een beetje zo'n gevoel van, wat zou hier kunnen gebeuren, het feit dat we hier zo bij elkaar zitten. Maar goed, dat eventjes als introductie. En verder als introductie, wie zijn eigenlijk die mensen dan van de Meijer Bergman Erfgoedgroep? De naam van Ton Meijer die daar zit, Maya Meijer Bergmans die daar zit, die werden al genoemd. Jan van Zels die heeft zich ergens verdekt opgesteld. Die zit naast Ton. Dag Jan. Ruben die heeft een vakantie laten prevaleren, dus blijkbaar vindt hij die niet belangrijk genoeg om hier te zijn. Dat is flauw. Die komt dus echt niet. En ik heb mezelf al vast een microfoon cadeau gedaan, dus dat is dan de Meijer Bergman Erfgoedgroep. Dat zijn mensen, maar die mensen die staan voor een ambitie, voor een droom. Het zijn mensen die staan voor passie, voor vooral monumentaal erfgoed. En dat doen we al op verschillende manieren, doen we dat al vele jaren. We doen dat eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken. De mensen die hier staan, die hebben eigenlijk allemaal hun eigen kwaliteiten die hier ingebracht worden. Het gaat voor een deel over het adviseren over hoe je met erfgoed om kan gaan. Hoe kan je een succesvolle ontwikkeling ook realiseren? En niet onbelangrijk, en eigenlijk vanuit mijn perspectief misschien wel het allerbelangrijkste, hoe zorg je er ook voor dat een plek tot leven komt programmatisch? Hoe zorg je ervoor dat er een ziel in komt, dat het een plek is waar mensen zich ook thuis voelen? Dat is de manier waarop wij graag met elkaar werken. En om even wat voorbeelden te geven waar we zo al mee bezig zijn. Ik zeg Meijer Bergman Erfgoedgroep, maar eigenlijk zeg ik normaal gesproken dat ik bij de Westgaspiek werk in Amsterdam. Staat hier op het plaatje, het was hier weer zijn feestje, dit was op 5 mei. Maar we zijn ook op dit moment bezig om een schitterend gebouw tegen het historische complex aan, oude deel, kantoordeel van de Westgasfabriek, om dat te transformeren naar een hotel. Dat is een project waar we middenin zitten op dit moment. In Schakenbos, in de buurt van Leidschendam, daar wordt een enorm complex ook op dit moment getransformeerd. Ook daar gaat het over een deel monument. Dat hebben we verder in de aanbieding. We hebben in de aanbieding Dorenburg in de directe omgeving van Utrecht. Een schitterend landgoed waar een oud klooster was, zeg maar. Het is eigenlijk een priorij in combinatie met nog veel meer andere monumenten ook een nieuw leven gaan krijgen. En ontzettend spannend voor ons op dit moment. We zijn nog steeds, en dat vinden we zeer eervol ook, we zijn nog steeds in de competitie om Paleis Soestdijk te mogen verwerven. Nou, zo hoor je dat ook te zeggen, te mogen verwerven en dat het een eer is. Het is ook een ongelooflijk ingewikkelde opgave, als ik daar even heel eerlijk over mag zijn.
Want je hebt het daar over niet alleen een paleis, 20 monumentale gebouwen. Je hebt het over een landgoed van 165 hectare. En je hebt het over 17 miljoen Nederlanders die er ook nog gratis een mening over hebben. Wat je daar wel en wat je daar niet zou mogen doen. Maar goed, dat wordt volgende week donderdag om 11 uur wordt dat wereldkundig gemaakt. Of wij of een van de twee andere overgebleven in competitie het gaan doen. Maar goed, dat is een beetje zo ons werk waar we als groep mee aan de slag zijn. Waarom hebben wij ons hier nou eigenlijk op dit podium gehesen? Dokter Klavan die had altijd het idee dat hij, ik ben gevraagd, mijn naam is genoemd. Nou, zo is het niet helemaal gegaan in het geval van het initiatief wat we hebben gepresenteerd in de richting van de gemeente Leiden. Het is eigenlijk een beetje anders gegaan. Wij kwamen eigenlijk in de stukken van de gemeente Leiden, verdacht vaak de Westgasfabriek als referentie tegen. Toen dachten van, hé, blijkbaar houden ze van ons. Nou ja, als ze van ons houden, dan moeten we misschien ook wel eens aan de deur gaan kloppen. Wat wij misschien zouden kunnen betekenen in het Leidse. Want in beelden die werden opgeroepen rond de toekomst van de plek waar we op dit moment staan, energiepark, zie je toch veel van de beelden die leven rond de Westgasfabriek, dus ook fotografisch echt afkomstig zijn van die Westgasfabriek. Dus wij voelden ons eigenlijk op die manier wel wat uitgedaagd om na te denken over hoe zou je nou van zo'n plek iets bijzonders verder kunnen maken. Want het is bijzonder, we hebben het hier over monumentaal erfgoed. Het is bijzonder, want je hebt het hier in feite over een fantastisch initiatief dat vanuit juist de samenleving is gekomen om het Singel Park als een samenhangend geheel te gaan ontwikkelen. Het is fantastisch, omdat je weet dat er in Leiden cultuur hoog in het vaandel staat en dat ook een van de pijlers is in de stadsontwikkeling. Het is ook een fantastische plek om over na te kunnen denken, omdat je het hebt over een bevolking die graag ook deel uitmaakt van die cultuur, een jonge bevolking. Er zit veel potentie naar ons idee in het verder ook bijzonderder maken van deze plek, in dat wat er allemaal in Leiden gaande is. Dus wij kregen daar in elk geval de honger om dat om te zetten in een plan. En dat plan, dat hebben we genoemd creativiteit met een groen aureool. Nou, je wordt er bijna religieus van. Wat nou zeg maar, de gedachte was van dat groen aureool. We hebben het idee dat juist die verbinding, dat groene, op de manier waarop het Singel Park ook een verbindende schakel, sorry, een elementair element moet gaan worden in hoe die stad ook als eenheid beleefd gaat worden, zochten wij eigenlijk naar een logische manier om juist dit energiepark wat hoog op de rol staat om dat verder te gaan ontwikkelen, om dat ook echt goed aan te laten sluiten bij zowel die ambitie van het Singel Park, als ook de ambitie om dat cultuurkwartier in de binnenstad ook verder te versterken. En in dat denken kwamen wij tot de overtuiging dat het elementair is dat je niet eigenlijk, en dat wil ik niet onaardig benoemen dan, maar je moet niet je tot deze postzegel beperken en zeggen, daar gaan we een beetje ontwikkelen, daar gaan we een beetje meer ontwikkelen. Onze overtuiging is, je moet veel meer vanuit een gebiedsontwikkeling met een ambitie gaan werken. En die ambitie, daarvan zien wij dat het energiepark, deze gebouwen die hier staan, voor een deel monumentale gebouwen, voor een deel ook nog wat nieuwere gebouwen hier in die directe omgeving, dat aansluiting moeten vinden bij de binnenstad. En hoe doe je dat? We hebben het idee dat er nog veel potentie zit, onbenutte potentie in het Scheldmaarcomplex, wat formeel ook in de manier waarop er naar gekeken wordt, deel uitmaakt van het cultuurcluster. We zien ontzettend veel gebeuren op de Landmarkt, zowel in praktische zaken, zo'n enorme parkeergarage waardoor ontzettend veel potentie is om daar te starten als je Leiden bezoekt, maar ook in de ontwikkeling van het museum en de nieuwe bioscoop in die directe omgeving, dat wij het idee hebben, en dat hebben we op deze manier wat verbeeld, dat wij het idee hebben dat we op de manier van verbinden tussen het energiepark en het Scheldmaarcomplex, dat we daarmee een nieuw verhaal kunnen creëren. En dat verhaal, dat hebben we eigenlijk vooral in de diversiteit gezocht. Diversiteit van hoe je naar ons idee leidend creativiteit invulling geeft. Dus het gaat niet alleen over cultuur, maar voor ons is creativiteit, deel uit kunnen maken van het proces van maken, is ontzettend belangrijk in hoe we naar dit gebied hebben gekeken. En dan misschien toch wel dat zo langzamerhand een geloof geworden is, maar wij zien bij de Westgasfabriek en ook bij andere projecten dat het ontzettend belangrijk is dat je mensen uitdaagt om niet vanuit één reden ergens naartoe te gaan, maar dat je steeds weer nieuwe redenen ook creëert dat mensen ergens naartoe willen. En dat je er niet voor één groep mensen bent, maar dat je er juist voor heel veel verschillende mensen kan zijn. Dus in onze beeldvorming, zoals we dat
Ik denk dat we het een plan mogen noemen, ons concept, nou, van het voorstel wat we naar de gemeente Leiden hebben gestuurd, duidelijk als uitgangspunt hebben genomen. Het moet divers zijn, het moet over creativiteit, over cultuur, over duurzaamheid, allemaal mooie woorden, maar dat moet je natuurlijk inderdaad ook concreet kunnen maken, waarbij je mensen hebt die daar kunnen werken, je moet een podiumfunctie hebben. De horeca is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. Mensen moeten hier tijdelijke dingen kunnen doen, evenementen moeten er kunnen plaatsvinden. Nou, maar dit zijn zeg maar, wat globale termen. En misschien dat het wel helpt, in de hoop dat dat nou ook appelleert aan een bepaald beeld wat bij jullie leeft. Misschien dat het helpt om wat voor te stellen wat er bijvoorbeeld in Amsterdam bij Pakhuis de Zwijger gebeurt. Een plek waar eigenlijk elke dag het gesprek over heel veel verschillende dingen kan gaan. De ene keer gaat het over wat meer culturele onderwerpen, de andere keer gaat het juist over duurzaamheid. Maar daar ontmoeten mensen elkaar vanuit steeds heel verschillende gezichtspunten en praten met elkaar over dingen, maken dingen met elkaar, ontwikkelen dingen met elkaar. Ik zeg niet dat we hier een kopie moeten maken van, maar dat even als beeld proberen op te roepen van waar je aan zou kunnen denken op het moment dat wij het hebben over de invulling van die creativiteit. Maar ook wat ik een heel mooi voorbeeld vind van hoe ook mensen gezamenlijk werkend iets creëren. Een initiatief wat internationaal echt zeer succesvol is, Impact Hub. Wat op veel verschillende plekken over de hele wereld zit, waarbij jonge ondernemers geselecteerd ergens mogen werken. Dus niet zoiets van ik ga ergens een kamertje huren en ik ga daar een beetje autistisch achter mijn bureau zitten. Nee, juist met elkaar iets kunnen ontwikkelen. Juist met elkaar ook de vrijdagmiddagborrel hebben of dat er lezingen worden georganiseerd. En dat doe je dus omdat je iets in kan brengen. Niet alleen maar dat je iets qua werkplek daar een veilig plekje hebt, maar dat doe je juist met elkaar. Dat zijn wat beelden en daarmee probeer ik even in deze korte presentatie u wat mee te nemen in welke hoek wij dan denken als we het hebben over de invulling van creativiteit met een groen aureool. Maar dat is geen compleet verhaal en het complete verhaal is er natuurlijk wel. En het complete verhaal dat zit in een boekwerkje. Ik heb er hier 10 exemplaren op een stapeltje liggen. Dat is het plan zoals we dat hebben ingediend ook bij de gemeente Leiden. Hoe willen we nou verder? Tot op dit moment voelden wij ons bevoorrecht dat wij dat gesprek konden voeren naar aanleiding van het plan om met de gemeente Leiden te zoeken naar een mogelijkheid om dit ook verder te gaan brengen. Maar in dat gesprek was ook heel duidelijk, je moet daar zorgvuldig mee omgaan. Dus voordat je het weet sta je met iedereen in de hele wereld te praten. Laten we nou eerst eens even met elkaar goed begrijpen, gemeente Leiden en wij als initiatiefnemers, wat we over en weer van elkaar verwachten. Dat hebben we gedaan en dat markeren we ook vandaag. Maar voor ons is het belangrijk dat we vanaf dit punt het gesprek ook verder op kunnen pakken, juist met u. Juist met de mensen in de stad die begrijpen wat er in de haarvaten van de stad gebeurt. Die hun eigen ideeën hebben, die hun eigen inbreng kunnen geven. Met, en dat klinkt dan misschien een beetje streng, met wel als uitgangspunt in het gesprek het concept zoals wij dat voor ogen hebben. Dus ik heb daarmee wel ook de gedachte dat je vanuit dat duidelijke beeld van de creativiteit als leidend principe met elkaar ook verder praten over hoe je dat ook op een bijzondere manier verder in gaat vullen. Maar dat gesprek dat willen we graag aangaan met u. En nou, dan is op dit moment in feite het al bijna agenda strekken. Er staan hier verschillende data al genoemd waarop dat gesprek wat ons betreft ook kan plaatsvinden. Dus dat is later in deze maand op een aantal dagen. Nou, hoef je nou niet meteen in te gaan plannen, dat kan op een later moment ook. Maar dat is de manier waarop we in elk geval met u de volgende stap willen zetten. En om het allemaal toch even wat concreter te maken en in elk geval het mij ook wat makkelijker te maken dat je plan niet van A tot Z met u hoeft door te lopen. Zometeen vanaf 6:00 wordt het volledige plan beschikbaar gesteld op een website die dan op dat moment live gaat. We zijn nog een beetje op zoek naar de juiste naam. En dan even het gevoel waarom watergasfabriek. Dit is natuurlijk een oude watergasfabriek. Maar wij zoeken natuurlijk inderdaad naar het verhaal waarbij het verleden en de toekomst met elkaar weer een nieuw verhaal gaat geven. Dus ik geef het voor een betere. Maar goed, deze domeinnaam was vrij. Dus die hebben we dan maar even geclaimd. En daar hebben we het plan ook leesbaar voor iedereen gepubliceerd. Of gaan we publiceren zometeen om 6:00. Op het moment dat u met ons het gesprek aan wil, dan hebben we ook natuurlijk een telefoon die opgenomen wordt. Dat is dan nog wel even een Amsterdams nummer, daar moet u dan maar eventjes doorheen. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via de e-mail info@watergasfabriek.nl. En daarmee hopen we eigenlijk samen met u een heel belangrijke stap te kunnen zetten in een gebiedsontwikkeling, in de verwachting, in de hoop
dat we daarmee Leiden nog wat mooier maken. Dank u wel. Ik denk, ik heb verder geen politieke belangen in deze stad. Wij, zoals de meesten van jullie weten, wij staan op afstand van de gemeente Leiden. Dus wij kunnen een goed initiatief waarderen, omdat wij denken dat we daar de stad mee kunnen zien groeien. Een stad die al door de eeuwen heen vooral in de culturen heeft uitgeblonken. En ik denk dat een initiatief als deze bij kan dragen aan de voorwaarden om ook de komende eeuwen weer voorop te kunnen lopen. Op de schouders van de giganten van de afgelopen eeuwen. Een heel groot verhaal, heel breed nog. Ik heb zometeen een paar specifieke vragen. Ga even kijken of we in de zaal wat reacties kunnen krijgen. Maar laten we eerst beginnen met, zijn er vragen? Algemene vragen, iemand die nu op voorhand zegt, eerste reactie. Anders kom ik naar je toe hoor. Ik heb er een beetje. Scheltema en deze locatie lijken. Scheltema en deze locatie lijken nogal ver uit elkaar te liggen. Ja, ik vind het wel meevallen eerlijk gezegd. Je bent er in 3 minuten volgens mij. Maar goed, inderdaad, fysiek is er een afstand. En dat is dus ook wel een deel van de uitdaging. Maar wij geloven erin dat je dus echt die brug moet slaan. En die brug die sla je niet door er een bordje naartoe te zetten. Daar is Scheltema. Maar die sla je juist doordat je inhoudelijk, conceptueel ook probeert dat wat er hier gebeurt en wat in Scheltema gebeurt, dat dan samenhangend verhaal wordt. En om het even wat concreter te maken. En Scheltema heeft natuurlijk weinig buitenruimte. Daar kan je, het heeft zelfs een enige introverte uitstraling, omdat het als monumentaal pand toch vrij gesloten is ook. Maar juist als je dingen ontwikkelt in Scheltema, die gezien en ervaren moeten worden, dan is het ook heerlijk als je die buitenruimte die er hier in het energiepark voor het grijpen ligt, dat je die juist ook kan benutten in je verhaal. Dus wij zorg voor een concept waarbij je dat wat er daar gebeurt ook juist zichtbaar kan maken. En die 3 minuten is dan volgens mij wel te overleven. Als ik je heel even, je neemt het woord concreet in de mond. Ik denk dat dat nog wel een haakje kan zijn om even voor de mensen om een wat beter beeld te krijgen wat jullie willen gaan doen. Wat hebben jullie dan nu concreet nodig van de stad, van de mensen hier in de zaal? Of dat nou bewoners zijn, of dat het nou het singlepark is, of dat het nou de cultuursector is. Wat is jullie vraag vandaag? Concreet hebben we nodig daar waar wij niet zelf op kunnen halen wat er in hoogte van mensen leeft, wat een plek moet krijgen. Dus dat klinkt een beetje vaag, maar vanaf de initiatieven die er zijn, die op dit moment nog niet een landingsplek hebben gekregen. Dus dat is wat we voor een deel uit de gesprekken willen halen. Voor een ander deel, natuurlijk hebben we ons huiswerk gedaan. En natuurlijk kunnen we alle mooie statistieken erop nastaan en alle beleidsdocumenten erop nastaan. Maar wij willen echt begrijpen welke behoefte is er in het Leidse waar op dit moment nog niet in voorzien wordt. En kunnen we die behoefte dus veel meer in het gesprek ook met anderen ophalen. En dat is niet uit ijdelheid geboren, maar dat is veel meer uit het idee van uiteindelijk maak je daarmee ook mee met elkaar. Wij willen heel graag ook juist support. Wij willen juist ook voelen dat we op de goede weg zitten met zo'n initiatief. En we ook de kleur met elkaar eraan kunnen geven. En dat het daarmee ook een gedragen initiatief wordt. En dat niet een buitenpartij hier iets komt doen waar een ander niet om gevraagd heeft. Of hebben, moet ik zeggen. Maar dat we het juist samen ook ontwikkelen. Dus dat is wat ik in dat gesprek heel graag zou willen. Oké. Okay. Ik loop even kiskas door de zaal heen, zonder dat ik hier een journaal hier ondersteboven loop. We hebben in deze stad een cultuurmakelaar, die zich hard maakt voor enerzijds de instelling in deze stad, anderzijds voor het makersklimaat. Ik zou graag bij jou willen beginnen voor een eerste reactie. Ja, ik word heel enthousiast van. Ik denk ook, als het gaat om, je zei net, wat heeft Leiden nog nodig, is het precies deze, ik zou bijna zeggen, rafelrand die er nog niet is. Het idee van een plek waar dingen kunnen ontstaan, waar je van tevoren niet precies weet wat er gaat gebeuren. En waarin je ook de creatieve industrie actief betrekt, daar zijn denk ik, daar is heel veel behoefte aan in Leiden. Wat me wel opvalt is, je zegt enerzijds, we hebben een idee en een plan en we hebben 4 momenten waarin we dat met jullie willen bespreken. Ik ben wel benieuwd hoe je dat met de stad gaat verweven en op welk moment je de stad er echt bij gaat betrekken. Ik klinkt mij nu ook een beetje voor als het ligt al wel een plan en het moet nog een verbinding krijgen met wat er is. En de volgorde daarin, dat brengt dan wel nieuwsgierig naar hoe je dat ziet. Dat is een concrete vraag. Vindt u het goed om even te zeggen welke organisatie bestaat? Ja.
Ik ben Mirjam Flik, ik ben de cultuurmakelaar, directeur van Cultuurfonds Leiden. Goedemiddag. Het is ook een beetje het evenwicht te vinden tussen het ergens in geloven en de andere achter je zien te krijgen en het dan vervolgens met elkaar sterker maken. En het gesprek in de volle breedte met elkaar voeren over wat je zou willen. En wij zoeken eigenlijk het evenwicht naar waar wij denken dat we ons huiswerk goed genoeg gedaan hebben om te zeggen, hier is behoefte aan in het Leidse. Hier willen wij het initiatief nemen, hier willen wij ook mee invulling aangeven in het creativiteit met een groene aureool, dat plan dus ook werkelijk tot uitvoering te gaan brengen. Dus echt die creativiteit ook een plek te gaan geven. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, zo open staan we dus blijkbaar niet meer voor dat gesprek. Nee, als het gaat om de vraag wat je moet doen, zijn we in eerste instantie ervan overtuigd dat dit de weg is die je moet kiezen. Als je vervolgens de vraag wil beantwoord krijgen hoe je het gaat doen, dan hebben we juist de hulp van de stad nodig. En mocht in de komende maanden blijken dat we totaal van het pad zijn en dat we er totaal niks van begrepen hebben, ja, dan moeten we natuurlijk met elkaar terug. Maar ik denk wel dat het altijd belangrijk is, ook juist als je gaat consulteren, dat je ook met, het gaat niet over bravoure, maar het gaat vooral vanuit de overtuiging dat je iets te bieden hebt waar de stad behoefte aan heeft. Dus dat is een beetje het evenwicht waarin we zitten. En dit, oh, nou, die data staan er niet meer, maar goed, die consultatieronde, ik zeg niet, dat is het dan. En dan hebben we dat ook even dat formele deel gehaald. Natuurlijk blijft dat gesprek ook als het ons gegund wordt, blijft dat gesprek continu ook gaande. Want om even een uitstapje te maken naar hoe zo'n Westergasgebied zich bijvoorbeeld ontwikkelt. Iedereen doet wel van, ja natuurlijk is dat een instant succes. Ja nee dus. Vanaf 2003 is er gebuffeld om er iets van te maken. En eigenlijk kan je pas zeggen dat er vanaf 2010 een plek is die echt ook staat. En dat is niet vanuit zieligheid, maar dat is vanuit eigenlijk de feitelijkheid dat je ook met elkaar ziet. Daar moet je stapsgewijs, moet je daar keer op keer weer een stukje toevoegen in het verhaal dat je creëert. In uiteindelijk ook iets goed maken. Dus het is ook iets niet van één, over één nacht ijs. Ja, absoluut. Westergas, ik kom zelf ook in Amsterdam. Ik ken Westergas vrij goed. Wat ik daar interessant aan vind, is dat het toch een plek is die anders is. Geografisch gezien dan deze plek, midden in de stad. En er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. Het cultuurkwartier, de Landenmarkt, ja. Daar is een culturele programmering voor. Dus het lijkt ontzettend goed als dat cumulatief gaat werken. En als we inderdaad in overleg kunnen kijken hoe we elkaar kunnen versterken daarin. Helemaal eens, maar daarom ook inderdaad dat we noemen, hoe kan je die verbinding met de Landenmarkt ook maken? Want daar gebeurt natuurlijk ook van alles op dit moment. Hoe kan je ook juist niet het energiepark als een losse entiteit zien, maar als een onderdeel van het singlepark? Dat zijn natuurlijk ook belangrijke vragen die je niet alleen moet stellen, maar die je ook juist moet beantwoorden. Ja. Je hebt een aantal verschillende doelgroepen voor ogen. Ik heb jullie plan mogen lezen. Die wil ik ook even een beetje op verschillende volgorde aan het woord laten. Zo, nog even blijven bij het gesprek net met Mirjam. In je plan heb je het over stadsmakers. Dat is een belangrijke groep mensen die mede verantwoordelijk moet zijn voor. Wat is jullie beeld daarbij? Ja, wat ons beeld daarbij is, dan ga ik als ik niet uitkijk toch een beetje in herhaling vallen. Eigenlijk de dynamiek van het met elkaar werken. Is het beeld dat je juist de stadsmakers nodig hebt om het om de hoe-vraag beantwoord te krijgen. En daarin moeten we het ontzettend goed voelen, horen en met elkaar dus ook aan de slag om het dus ook succesvol te kunnen maken. Dus, maar ik heb niet het idee dat ik daar op een andere manier mee om zou gaan dan bijvoorbeeld als het gaat over specifiek een cultuurinstelling. Nou, dan gebruik ik dat bruggetje even. We hebben een aantal culturele instellingen. Ik zie de directeur van Gebroeders De Nobel hier zitten. Ruud, hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, het lijkt mij een heel goed initiatief. Wij zijn, sinds we uit ons hol in de Breestraat gejaagd zijn, hebben wij ons op de stad gestort. Dus wij willen heel graag ook dingen buiten onze eigen zalen doen. We hebben twee zalen, die zijn soms te klein. Dus we zijn op zoek naar locaties waar wij grotere evenementen kunnen doen. Wij zien, laten we zeggen, onze functie ook anders dan wat we in het LVC deden. Wij zien nu, we willen eigenlijk zoveel mogelijk van die popcultuur naar Leiden halen. En ja, dat past hier natuurlijk heel erg goed. Dus wij praten graag verder over hoe we dat zouden kunnen uitvoeren. Dan zien we elkaar binnenkort dus. Oké. Uiteindelijk zien jullie, in jullie plan heb je het ook over dat met name het Scheldtmacomplex ook een scharnierfunctie moet kunnen hebben tussen het cultuurkwartier en het energiepark. Zien jullie daar ook een rol voor die bestaande instellingen, zoals de Gebroeders De Nobel, zoals de Stadspodia, misschien de musea?
Nou, ik denk dat je juist de goede voorbeelden noemt van waar we die rol zien. En nou is het ontzettend belangrijk dat ik niet uit de bocht vlieg in de manier waarop ik Scheltema beschrijf. Laat ik het benoemen als er zit nog wat ongebruikt potentieel in Scheltema. En ik denk dat andere partijen in de binnenstad en ook van buiten het centrum een absoluut meerwaarde ook kunnen geven in het mee vormgeven en programmeren van juist die plek. Maar goed, ik hoop dat ik mijn politiek correct genoeg heb uitgelaten nu. Volgens mij is die heel helder. Maak even de koppeling naar wat je ook al noemde, het Single Park. Ik probeer even Christas wat bekende gezichten op te zoeken. Er zijn wat mensen namelijk vrienden van het Single Park hier aanwezig. Jullie geven fysiek natuurlijk ben je een onderdeel daarvan. Hoe staan jullie tegenover dit initiatief? Zeg even wie je bent. Connie Broeier, van de vrienden van het Single Park. Ik zag dit vaststaan. Heel enthousiast over het belangstelling die jullie hebben. En je zei al van in de plannen stond veel van de Westergasfabriek. We zijn ook met vrienden en mensen van de gemeente gaan kijken daar. En waren heel erg onder de indruk en wilden die sfeer van daar ook graag hier hebben. Maar het is natuurlijk daar veel groter dan hier. Dus waar we hiermee zaten, van, we hebben met allerlei mensen gesproken over wat zou je hier kunnen doen. Zo groot is het hier niet. En dat groen en die creativiteit. Er staan ook auto's. Het is eigenlijk vrij klein. Je hebt ook nog een loods. Waar ik benieuwd naar ben, of waar de vrienden benieuwd naar zijn, van hoe kijken jullie aan tegen het ruimte maken voor groen en de sfeer die je bijvoorbeeld ook in dat Westergasfabriekterrein hebt. Ja, we gaan natuurlijk niet copy-paste proberen de Westergasfabriek als concept ergens anders neer te zetten. We zijn hier in Leiden, andere situatie, andere gebouwen. Ruimte creëren is wel iets wat we ook nadrukkelijk hebben aangegeven in ons plan, dat er hier ook letterlijke ruimte moet komen. En dan kom je in feite al op een stuk van waar we het gesprek ook in de komende tijd met de gemeente verder aan willen gaan, liggen er ook kansen om, nou, het valt dan nu mee met het aantal auto's dat er staat, maar het is natuurlijk wel een vrolijke verzameling van hekken bij elkaar. En ook al staat er geen auto, dan nog steeds is het geen terrein wat voelt als bij deze omgeving passend. Als je op de Lamme Markt net een enorme garage hebt geopend, oké, het is dan 3 minuten lopen naar het Scheltema-complex, het is ook 3 minuten lopen naar de parkeergarage op de Lamme Markt, kan je niet op een of andere manier creatief zoeken naar dat de parkeerplaatsen die hier zitten voor een belangrijk deel juist in je parkeergarage ook komen. Zodat je hier hekken weg kan halen, parkeergelegenheid op kan geven. Tot dit moment gaat het gesprek mij heerlijk af. Want ik kan het gewoon allemaal roepen en we komen van buiten. En ik weet dat het allemaal veel complexer ligt. Maar dat zijn, dat dacht ik. Maar dat zijn, vind ik ook juist, om iets goed te maken, moet je het ook durven benoemen. En het kan zijn dat je iets benoemt wat vandaag niet kan, maar omdat je weet dat je eraan moet werken, uiteindelijk wel gaat slagen. En dat klinkt allemaal wel een beetje van lekker makkelijk, doe eventjes nog wat andere open deuren. Maar daar geloven wij ook heel erg in. We hebben wel een beeld van waar we naartoe willen. We hebben het idee dat er ook een aantal obstakels zijn die op dit moment het niet makkelijk maken om het vanaf dag 1 allemaal te laten zijn zoals je wil. Maar op het moment dat je aan dat eindbeeld werkt, denk ik dat je heel veel kan bereiken. En ja, de Westergasfabriek is anders. Maar misschien wordt dit nog wel leuker, want we hebben ook fouten gemaakt en kunnen die hier weer voorkomen dan. Wat er in Amsterdam goed gegaan is, is dat uiteindelijk de invloed op de buurt ook groot geweest is. Misschien wel op het hele stadsdeel, Nieuw-West. Wie zit hier namens de bewoners? Wie heeft een vraag of een zorg of een reactie? Mijn naam is Wieke Steenge. Ik zit sinds kort in het bestuur van de vereniging Noordvest Molenerf. Buurvereniging. Wat ik eigenlijk niet gehoord heb, is dat eigenlijk dit een heel speciaal terrein is. Je zei net, ik zie allemaal hekken staan, maar dat heeft een bepaalde reden. Er is namelijk ook een dakloze opvang sinds 10 jaar. De gemeente heeft met opzet hier een prikkelarme zone gemaakt met een strikte verbod op alcoholgebruik. En de vraag is dat, hoe zich dat verhoudt tot een prachtig cultuurpark? En de vraag is van, hoe willen jullie dat oplossen? Wat voor soort plannen hebben jullie hier met dit soort gebouwen, zodat het niet strijdig wordt met die dakloze opvang?
Nou, 2 uur geleden zat ik al met een van de vertegenwoordigers van de dakloze opvang ook te praten. Dus we zijn ons bewust wie onze buren zouden zijn, mochten wij inderdaad hier uiteindelijk ook aan de slag kunnen gaan. Dat is dan een van die beperkingen die je volgens mij in je gedachten moet houden van wat betekent dat nu eigenlijk. Maar, en dat merkte ik eigenlijk ook al in dat gesprek, dat betekent niet dat alles net is. Dat betekent dat je ook wel weer naar vormen kan zoeken. Kijk, voor die daklozen is het feit dat hier zo op parkeerplaatsen staan, is geen issue. Het feit dat hier diverse hekken staan, wel. En dat er dus daarmee ook een soort van afstand en afscheiding blijft. Maar bijvoorbeeld die discussie over parkeren staat daar los van, en dan kan je het gebied op die manier al interessanter maken. En om niet ook het verkeerde beeld te schetsen, op het moment dat wij het hebben over buitenevenementen, betekent niet dat het hier elke dag kermis is of ander. Maar iets waar veel lawaai bij is, dat kan ook een markt kan dat zijn. Het kunnen ook veel kleinschalige dingen zijn. Dus ik denk dat het complex is. Het is altijd complex, omdat je altijd in een bestaande omgeving iets gaat transformeren. En dan zit je altijd ergens dicht tegen de pijngrens van iemand of partijen zit je aan. Maar die complexiteit is naar mijn idee, vanuit onze ervaring, op het moment dat je maar scherp bent in het benoemen van waar de problemen zitten, en dus vervolgens ook met elkaar in die oplossing wil denken en praten, dan kom je er wel. En nou, daar ga ik vanuit dat die openheid er weer is. Maar ik ben me er gewaar, we zijn ons er gewaar van, dat we... Ja, het is geen open veld waar je alles kan doen waar je zin in hebt. Dit is absoluut een beperking. En misschien dat uiteindelijk die beperking toch ook wel weer iets heel eigens, iets bijzonders aan het gebied kan toevoegen of creëren daarmee. Antwoord op de vraag? Ja? Nog meer vanuit het perspectief van de bewoner? Denk ik even over. Mijn naam is Erik Russel, ik ben voorzitter van de wijkvereniging. Het zou in ieder geval raadzaam zijn om van meet af aan te overwegen om deel te nemen aan de beraadslagingen van de beheergroep Veiligheid Openbare Ruimte. Die is ingesteld toen het dakloze centrum, die de dag- en nachtopvang zoals het dan heet, werd ingesteld met toestemming van de omgeving. En waar alle partijen, om het maar zo te noemen, in samenwerken om problemen te bespreken. De beheerders van de nachtopvang zelf, de verhuurders, in Casio Portaal, de politie, allerlei andere maatschappelijke instanties enzovoorts. En uiteraard ook de wijkvereniging. En problemen die opkomen en die besproken moeten worden, die worden daar afdoende samen met de gemeente, samen met de wethouders ook behandeld. Dat is in ieder geval, mocht het zover komen, en ik vind het een mooi initiatief, een goed beginpunt zijn om daar alvast de bereidheid te tonen. Ja, we willen graag met jullie meepraten en we willen hier, werd het woord genoemd, prikkelarme zone, dat slaat vooral op alcohol. Wij willen daar best een steentje toe bijdragen, want degenen die hier komen weten natuurlijk, of die hier straks zullen komen, weten niet dat hier bijvoorbeeld op alcoholconsumptie cameratoezicht wordt uitgeoefend. En natuurlijk is in de hele gemeente Leiden de consumptie van alcohol in het openbaar niet toegestaan, in de binnenstad dan grotendeels, maar hier wordt ook gehandhaafd en daar kunnen dan de belangen botsen. Het bestaan was ons bekend, maar het gesprek heeft zich dus nog inderdaad, er is nog geen gesprek geweest omdat we inderdaad in een fase zaten van dat we eigenlijk dit moment moesten afwachten om te kunnen presenteren. Maar ik neem graag uw advies ter harte dat we daar inderdaad ook snel dat gesprek blijvend aangaan. Dat is natuurlijk niet één keer een handje schudden en zeggen veel plezier verder, maar inderdaad echt aan elkaar begrijpen van waar zitten de mogelijkheden en vooral ook de onmogelijkheden en waar moeten we met elkaar ook heel erg rekening mee houden. Duidelijk. Ja, ik wil bij deze meteen ook zeggen dat ik wil bij deze meteen ook zeggen namens mijn medebestuursleden die hier ook zitten, dat de wijkvereniging zeker bereid is om met u aan tafel te gaan zitten en conflictpunten door te spreken. Ja. Mooi. Ik dacht dat jij de boren ging inleiden, maar... Ik heb nog één afsluitende vraag, want dat is een stukje beroepsdeformatie. Je had het over veel verschillende mensen die je moet willen uitnodigen.
wie zijn je doelgroepen? Kun je daar een beetje een beeld bij geven? Doelgroepen die uiteindelijk van dit geslaagd initiatief gaan genieten. Ja. Of er onderdeel van uitmaken. Ik begrijp dat, dat je meerdere doelgroepen hebt. Nou, ik moet altijd een beetje, ja, nou ja, ik zoek dan eigenlijk altijd een beetje. En dan denk ik van, ga ik nou een fout antwoord geven? Weet je wat ik het zo interessant vind, is dat als je in staat bent om een plek te creëren die niet voor één of meer specifieke doelgroepen interessant zijn, maar een plek weet te creëren die zo divers is dat het voor heel veel verschillende mensen interessant is, volgens mij doe je het dan goed. Jong en oud? Jong en oud. Bewoners, buurtbewoners, die het als een achtertuin zien, en mensen van andere delen van de stad of misschien wel van buiten de stad. En dan vergeet me dan dat ik nog toch weer even teruggrijp op de Beste Gasfabriek, maar het feit dat we dat juist niet voor één groep doen. Morgen is dan de opening van het Holland Festival en daar zit denk ik een deel van de grachtengordel zich nu al op te verheugen. En ja, daar zit gewoon de culturele scene, zit dat net bij elkaar. Maar een paar weken ervoor zit daar in diezelfde opzicht, staat vooral 4000 mensen staan daar met elkaar tot 's morgens vroeg op technomuziek te dansen. En een week later is het weer de plek waar de buurtmarkt plaatsvindt, of een filmvoorstelling of iets anders. Ik denk dat je het goed doet op het moment dat je continu van kleur kan verschieten en daarmee ook in staat bent om steeds weer voor andere mensen iets verrassends te doen. Voor welke doelgroepen? Nou, als ik dan zorg voor iedereen, dan is iedereen blij, maar het is een gemeend antwoord. Ik denk dat het een mooi antwoord is. Hiermee wil ik het officiële gedeelte maar afsluiten. Dank aan de heren voor inzage in deze inspirerende plannen. Jullie zijn hier nog, we gaan nu met elkaar een borrel drinken, maar die is met name ook bedoeld om het gesprek verder door te voeren op waar we nu het loslaten. Dank voor jullie inzichten en tot bij de borrel.